En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het is Pasen. Marktbezoekers in Wijchen vieren dat op verschillende manieren. Ik ga gewoon thuis met familie vieren. Ik luister naar de Matthäus Passion en dat vind ik fantastisch. Ja, en de muziek en het sfeertje. En... Ik ga sowieso bij mijn ouders op bezoek en dan gaan we paaseieren zoeken in de tuin. En op tweede paasdag dan gaan we naar mijn schoonmoeder en dan gaan we denk ik ook paaseitjes zoeken in de tuin. Dus we zijn veel met familie. Nou, feest. Nee, voor mij betekent niks anders eigenlijk dan gewoon een zondag. Ja. Dus. Maar gaat u wel lekker brunchen met uw kinderen? Ja, dat wel. Maar dat doen we ook wel vaker. Dat doen we niet alleen met de Pasen. Dat proberen we het altijd zo gezellig mogelijk te maken. Nou, is Pasen ook een religieus iets? Hebt u daar iets mee? Ik had er heel veel mee, maar dat is allemaal afgezwakt. Ik ga vanavond wel naar de Passion kijken. Ja, ik ga wel kijken met de kinderen. Speciaal voor de muziek of voor het verhaal? Allebei. Want het verhaal past in deze tijd, hè? In deze ellendige tijd. Zoveel mensen hebben verdriet en ja, het is een vreselijke wereld. Maar goed, daar moeten we thuis gezellig houden, hè? Nee, niet helemaal mijn ding. Nee. Nee, je wil echt niet. Geldt het voor u, de Passion kijken vanavond? Nee, is ook niet mijn ding. Ik hou heel erg van muziek en verhalen en musical-achtig. Maar nee, ik vind de Passion... Nee. Maar waarom kijkt u dan wel naar de Passion? Ja, omdat ik het toch wel heel interessant en heel indrukwekkend vind. Ook voor de muziek en het verhaal? Beide. We zijn toen ook naar de Passion in Tegelen geweest, wat één keer om de vijf jaar komt. En dat is door de corona helemaal uitgesteld. En dan zijn we afgelopen jaar, morgen op 1,5 meter afstand, werd het verhaal allemaal verteld en gepresenteerd. Ja, daar kijk ik wel naar. Ja. Voor de muziek of voor het verhaal? Voor beide eigenlijk, ja. Het is een indrukwekkend geheel, hè? Ja, precies. Ja, het komt wel binnen. Ja. Maar nou zegt u, we brunchen vaker. Maar gaat u dan bijvoorbeeld tweede paasdag naar een bloemetjesmarkt? Of bloemen ziet nee. Nee, daar hou ik helemaal niet van. Nee? Ik ga liever naar het bos of ergens hier op de dijk in Ballengooi wandelen of zo. Dan naar een bloemetjesmarkt. Ja. Ik koop wat bloemetjes als ik ze nodig heb. En dan ga ik gewoon, op de markt. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Toch weer de Wijchense markt, hè? Ja, precies. Dankjewel en fijne dag. Ja, hetzelfde. Doeg. Doeg. Hoi, man.